Lang geleden leefde er een molenaar die arm was en een erg mooie dochter had. Het gebeurde dat hij met de koning van het land sprak en hem opschepte hoe trots hij was dat hij een dochter had die goud kon spinnen uit stro. Nu, dat wilde die koning uiteraard wel eens een keer zien. Ah, goedemorgen. Oh. Mijn lief kind. Welheer. Jij krijgt van mij dit spinnenweb. En als jij nu al dit stro hier tegen morgen in goud verandert, dan moet jij niet sterven. Maar sire, dat... Stilte! Molenaar, als jij nu denkt dat je de koning voor de gek kan houden, dan vergis jij je. Fred, ga maar. Hop. De koning heeft gesproken. Daar zat de arme molenaarsdochter nu. Ze was ten einde raad, want ze had er geen flauw benul van hoe je van stro goud zou kunnen spinnen. Hoepla! Waarom huil je zo? Waar kom jij vandaan? Wat moet je doen? Ik moet stro tot goud spinnen van de koning, maar dat kan ik niet. Wat geef je me als ik het voor je doe? Goed. En het vreemde mannetje, waar niemand ooit van gehoord had, spinde de hele nacht door. Tot uw dienst, sire. Niet zo vlug. Ik heb nog een gunst voor u. Valère. Als jij al dit stro ook nog in goud verandert, dan geloof ik jou echt. Maar sire, ik... Sst. Mijn gunst is een bevel. De koning heeft gesproken. Valère. Zo. Een nieuwe opdracht? Wat geef je me als ik ook nu het stro in goud verander? Mijn ring. Ik heb hem van mijn vader gekregen. Hij heeft hem laten maken door een smid in het dorp. Hij is veel waard. En het vreemde mannetje spinde de hele nacht door. Als jij nu eens heel de nacht doorspint, hè, en het lukt, dan word jij mijn vrouw. De koning heeft een... Hè, gesproken, hè. Valère. Hoepla! En wat ga je me nu geven? Als ik nogmaals het stro voor je tot goud spin. Ik
Ik heb niks meer om te geven. Beloof me dan dat je me eerst een kindje zult geven, eens je koningin bent. Goed. Wat later werd de bruiloft gevierd en de mooie molenaarsdochter werd koningin. Een jaar later bracht ze een mooi kind ter wereld. Aan het vreemde mannetje dacht ze helemaal niet meer. Hoppla! Zo, geef dan nu wat je me beloofd hebt. Ik geef je alle rijkdommen van het koninkrijk als ik mijn kind mag houden. Nee, ik heb liever een levend kindje dan alle schatten van de wereld. Goed. Ik zal je 3 dagen de tijd geven. Als je dan kan raden hoe ik heet, mag je je kindje houden. Weet je al hoe ik heet? Kaspar. Melchior. Balthazar. Prikkebeen. Riepenkast. Langoor. Stinkebek. De eerste dag zei ze alle namen die ze ooit in haar leven gehoord had. Maar geen van deze was de juiste. De tweede dag stuurde het meisje de dienaar heel het land door om te vragen hoe de mensen daar genoemd werden. Roskop. Chef. Maar ook nu weer was geen enkele naam de goede. Op de derde dag kwam de dienaar weer bij de koningin terug en vertelde haar dat hij aan de rand van het bos een huisje had gezien. Met daarin een vreemd kereltje dat danste en steeds riep: ik pak je braad met plezier, het kleine koningskind komt hier. Wat goed dat niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Ik pak je braad met plezier, het kleine koningskind komt hier. Wat goed dat niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Ik denk dat jij Repelsteeltje heet. Wat? Repelsteeltje. Dat heeft de duivel u verteld. Nee, dit kan niet. Nee, de duivel, nee. Dan. Het vreemde mannetje bleef maar roepen en schreeuwen: dat heeft de duivel je verteld, dat heeft de duivel je verteld. En hij stampte daarbij zo hard op de grond dat hij er helemaal in verdween. Het mannetje werd nooit meer teruggezien. En de koningin? Juist, die leefde nog lang en gelukkig. Mijn flinke zoon.